Ik denk dat dit een grote teleurstelling wordt voor Kalaba. Oh, of misschien niet. Nee, want alles begint te trillen. Holy moly, roar! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. In de vorige video hadden we deze baas gevangen. Skuntank en die is gewoon level 36. Is echt niet normaal. Al mijn Pokémon zijn level 18, level 20, 21. En dan komt er opeens Skuntank van level 36. Doe een duimpje omhoog voor deze Skuntank. Vergeet niet te abonneren en knal het belletje aan als je geen enkele video wil missen. En dan gaan wij eens even kijken wie Ursaluna is. Want dat is de quest die we nu moeten doen. We moeten Ursaluna gaan helpen, want die is ook helemaal lijp geworden. En dat is natuurlijk nooit leuk. Dus we moeten Kalaba, dat is mijn vrouwtje, dat is de warden van Ursaluna. Die moeten we nu ontmoeten. En dan moeten we eens kijken wat er met die Ursaluna aan de hand is. Ik weet niet eens wie dat is, maar ik denk een evolutie of een andere vorm. Nee, ik denk een evolutie van Ursaring. Of een evolutie van Teddy Ursa. Dat is misschien logischer. Kalaba die zegt, hier, Rikachu. Ursaluna is boos, ja, maar nog steeds herinnert hij zijn lange relatie met de Pearl Clan. Hij komt altijd als ik op de Celestica fluit blaas. Ik ben benieuwd. Ik denk dat hij niet gaat komen eigenlijk. Ik denk dat zij nu teleurgesteld gaat worden. Ik denk dat dit een grote teleurstelling wordt voor Kalaba. Oh, of misschien niet. Nee, want alles begint te trillen. Holy moly, Rarg! Yo! Oké, maar dit is geen Alpha Pokémon. Hij heeft geen rode ogen. En hij is niet geel door de bliksem. Is alles oké? Ik moet mezelf nu aan Ursaluna laten zien. Maar ik mag niks tegen hem doen. Want de mensen houden van Ursaluna. En we mogen hem niet vangen. Oh my gosh, daar is die jongen. Die gigantische beer. Ik vind hem wel cool. Hij neigt best wel naar een normaal dier of zo. Ik vind deze best wel cool. Ursaluna is level 26. Hé, maar deze... Deze Pokémon van mij, deze Skuntank, gaat gewoon heel de game verpesten, hè? Wat gaat er gebeuren als ik een Strong Style Venushuck op zijn hoofd doe? Ik ben heel erg benieuwd. Mis ik hem gewoon? Oké. Ik vroeg net de duimpjes omhoog, gewoon Skuntank, maar hier ging iets fout. Ja, lekker, dit. Oké, plan B is twee keer Aqua Jet op zijn hoofd. Ja, super effective. En nu doe ik een strong style. Lekker mee. Ik dacht dat ik een basis Skuntank had. Maar dat ging even iets anders. Oh my gosh. Hij gaat agile style baby doll ice dingen doen. Mijn offensive stats zijn naar beneden. Slash. Dan gaat... Ja, Bwissel gaat ook weg. Skuntank, je laat me in de steek, jongen. Ik dacht dat ik hier één zieke Pokémon had. Nu moet ik het met al deze Pokémon doen. Die echt veel levels lager zijn dan deze Ursaluna. Absorb of zo. Ja. Oh, slash. Mijn Cricketoon gaat eraan. Oké, let's go. Strong style aerial ace dan maar. Alles of niets. Alles of niets. Potverdorie. Niet oké. Oké, Staravia, you're next. Je bent een beetje mijn laatste hoop. Eerst maar even een quick attackie. Die doet een klein beetje damage. Ja, dan strong style air slash en dan moet het klaar zijn, jongen. Dan moet het helemaal klaar zijn. Ursaluna, kom op. Ja, ja. Lekker. Zo, ja, nou, helemaal top dit. Pikachu gaat een paar levels omhoog. En Staravia ook. En Kalaba die zegt, Ursaluna, ach mijn arme jongen. Of meisje. Je zou helemaal moe zijn dat je nu hebt lopen rondrennen overal. Hier, ik ga je beter maken. Ik heb een speciaal medicijn van de Pearl Clan. Het zal al het gif uit je lichaam weghalen. En als gif het probleem is, dan zal dit hem wel eventjes rustig maken. We noemen het Toxigon. Oh, volgens mij, of hij vond het heel smerig. Heeft het gewerkt? Kalabra vraagt ook van, ben je rustig nu, Ursaluna? Ben je chill? Kalabra die zegt nu, ja, het is wel een beetje raar dit. Nee, dat zeg ik ook. Hij was niet aan het gloeien en hij was ook niet gek. Dus wat is er aan de hand met deze Pokémon? Wat is het probleem? Kalabra zegt ook, ja, er was geen vreemd licht wat wegging toen je hem hebt verslagen. En hij was ook niet aan het gloeien. Het lijkt wel alsof er een soort van poeder zit in de vacht van Ursaluna. Dat meisje van de Diamond Clan, Arusa. Waarom vond zij het nodig om mij te vertellen over Ursaluna? Oh, ik vergeet bijna iets belangrijks, zegt ze. Wil je alsjeblieft de Celestica vloed eventjes voor mij blazen? Ja, is goed. Maar normaal roep ik altijd weirder dan, hè? Oké, waarom moest ik dit doen? Waarom wilde je dat ik op mijn fluit blies? Oh, is dat... Oké, Ursaluna. Wat is er met Ursaluna? Ursaluna gaat nu mij ook helpen. Oh, ik krijg de Earthblade van Ursaluna. Dankjewel. Ik vind Ursaluna echt super tof. Maar wie vind jij vetter? Ursaluna of Ursaring?
Ik zou zelf voor Ursaluna gaan. Ik vind hem wel een leuke nieuwe Pokémon. Ik vind hem wel cool, man. Hij is wel vet. We moeten de commander laten weten wat hier allemaal gebeurd is. Ja, het is wel een vet Pokémonnetje, hoor. Maar ik ben teleurgesteld in Skuntank. Ursaluna kan je dus nu gebruiken en dan gaat hij allerlei schatten vinden. Maar hoe kan ik hem dan oproepen? Oh, kijk, ja, ik kan nu met pijltje naar links en rechts kan ik kiezen welke Pokémon ik wil hebben. Ja, oh, wat vet. Kijk, je kan dus nu... Ja, je ziet dan waar die naartoe moet gaan. Oh, het is hier. Het is hier, volgens mij. Is het niet hier ergens? Waar is het dan? Hier! Is het hier? Vinden we hier de schat? Old verse 9, een oud versie nummer 9? Dit is een deel van een gedicht. Wel cool, jongen. Op de rug van deze beer. Het is wel awesome. Oké, maar nu moeten we een nieuwe Pokémon vangen. Hippopotes! Oh ja, die was net raak. Die was op zijn staartje, joh. Kom maar, kom maar, kom maar. Lekker. Misschien is het slim om eigenlijk eerst even terug te gaan naar het kamp. Zodat ik mijn Pokémon kan reviven. Ik ga die Graveler pakken. Let's go, Graveler. Moet je maar niet zo voor mijn neus komen, hè? Dat doe je helemaal zelf. Oh, hallo. Oh, 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 oh. Oh, rustig, joh. Zou ik die Teddy Ursa kunnen pakken? Gaan pakken. Pak hem. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ursa Ring wordt gek. Nee. Nee. Ik heb hem ook niet gevangen. Ah. Die Ursa Ring beschermt al die kleine teddybeertjes daar, joh. Het is wel grappig. Oké, pak die. Pak die. Daar ligt er één te slapen. Daar ligt er één te slapen. Ja, lekker. Lekker. Oh, sorry, sorry, Ursa Ring. Niet boos worden. Nee, ik heb hem weer niet. Waarom kan ik geen Teddy Ursa's vangen? Nou, dan niet. Doei, dan ga ik lekker weg. Ik bedoel, is graag of niet, hoor. Je moet in mijn team willen of niet. Als je het niet wil, kan je ook gewoon zeggen, hè. Hallo, Janma. Wil jij wel? Wil jij wel gezellig mee, of niet? Heb jij ook geen zin vandaag? Jongens, waarom heeft niemand zin vandaag? Kom eens gewoon lekker. In het teampie, joh. Gun mij die XP'tjes. Oké, laten we teruggaan naar de stad. Althans, naar het dorpje. Je kan nog niet echt zeggen dat het de stad is. Oh, huh? Oké, hallo, unknown. Yo, Leventer vraagt, was dat een Pokémon? En nu dat ik eraan denk, Volo die zei wel dat er van die dingen in de muur waren gegraveerd. En die leken wel daarop. We krijgen een speciale sectie in de Pokédex. Blijkbaar voor de unknowns. We kunnen nu op de I-knop drukken. Dan gaan we naar de unknown sectie blijkbaar. En dat is dit. Maar we hebben nog geen eentje gezien. Die moeten in de Salacium Ruins zijn? Oké, dan gaan we nu wel terug naar het dorp. Dit zijn de Pokémon die we hebben gevangen. We krijgen 4000 monies voor. En daar is Akari. We moeten weer naar de Commander's Office. Ja hoor, we krijgen alweer een nieuwe opdracht. We zijn pas net klaar met de ene. En dan komt de andere opdracht alweer voor de deur. Oh ja, en er zijn meerdere mensen hier. Hallootjes. Rick, we hebben een situatie. Laat het maar uitleggen, zegt Adaman. Lilligant, onze vrouwen van de rand, de ridge, die is gek geworden. En Arezu heeft dat niet verteld. Ik wil weten wat Arezu hierover te vertellen heeft, maar ze is niet hier in Jubilife Village. Benny zegt, de laatste keer dat ik haar gezien heb, was in Wallflower. Kamado zegt, als Arezu hierbij betrokken was, bij die Ursaluna die boos was, dan zou het zomaar kunnen dat deze twee clans elkaar weer gaan bevechten. En Adaman vraagt, ja, en als dat gebeurt, wat gaan jouw mensen dan doen? Nou ja, dat is een goede vraag. Kamado zegt, wij blijven neutraal. Nee, wij gaan niks doen. Nee, dat vind ik ook. Het is jullie probleem. Het is Diamond and Pearl Clan. Dat is niet mijn probleem. We moeten met z'n allen hier leven. En als jullie dat niet kunnen, dan is dat jouw probleem. Ze vragen nu aan mij om een oplossing. En ik zeg, nou, ik kan Ursaluna roepen. Geen idee waarom dat de oplossing zou zijn. Maar Adaman vindt het in ieder geval een perfect plan. Oh, we moeten gaan ruiken met Ursaluna. We moeten gaan ruiken waar Arezu is. En dan moeten we Arezu dus op gaan zoeken. Aha. Adaman gaat alvast naar de Lilligant toe. En de commander zegt dat we elke Pokémon moeten kalmeren. We willen hier een vredige wereld. Oké, we moeten nu dus op de rug van Ursaluna en dan moeten we de blauwe pijl volgen. En eens even kijken waar die gekke Arezu is, hoor. Die kant op. Daar was groen. Of is dat dan een schat? Oké, we gaan nog steeds de blauwe kant op. Ik denk dat ze hierboven ergens is. Ja, wacht even. Ze is hier achterlangs gaan. Ja. Kijk, kijk, kijk. Het blauwe pijltje gaat los. Hier. Yo. Hier ben je. Wat zit je hier nou te chillen in je eentje, joh? Ze vraagt, hé, Rick, hoe ging het nou eigenlijk met Ursaluna? En ik zeg, ja, ik heb hem geholpen. Arezu zegt, dankjewel, maar hoe heb jij mij eigenlijk gevonden? Nou, Ursaluna, die heeft jou gevonden, vriend. Arezu zegt, ja, die Ursaluna, die is wel bijzonder. Ik denk dat die afstand van een van de Pokémon van de Almighty Sinnoh
dat hij daar een afstammeling van is. Maar nog steeds, wow. Ik heb geen geluk meer, zoals je al kan vertellen. Ik ben opgejaagd door een Pokémon en ik heb mijn enkel verdraaid toen ik aan het wegrennen was. Het lijkt wel alsof de wereld me wil straffen. Nou, en Kalaba die is er ook en die zegt, ben je oké, Arezu? Arezu schrikt zich kapot. Die zegt, mevrouw Kalaba, Kalaba zegt, sorry. Ik moet sorry tegen jou zeggen. Ik heb je met disrespect behandeld. Ik dacht dat je een whelp was van de Diamond Clan. Ik had je beter moeten behandelen. En Arezu zegt, wat? Snapte niks van. Kalaba zegt, het is niet jouw fout dat Lilligant gek is geworden. En dat mijn Ursaluna zo boos was. Je wilde ze gewoon allebei helpen, toch? Ik wilde nog niet eens naar je luisteren. Je zou denken dat iemand die al zo lang leeft, meer geduld zou hebben. Ja, Kalaba die is al 99 jaar. En hij zegt, nou, het is oké. Ik heb het ook niet echt heel erg goed uitgelegd. Ursaluna werd vooral gek toen die te dicht bij Lilligant kwam. Lilligant was toen al gek, dus Lilligant en Ursaluna zullen wel een soort van elkaar gek gemaakt hebben. Maar ik had wel wat vreemde poeder gevonden op Ursaluna. Ah, poeder van Lilligant. Oké. Nou, Arezu die vertelt nog even dat ze is gevallen. Niet uit de lucht, maar bovenop haar enkel. En Arezu die was dus naar Gerbalife gekomen, omdat ze ook het favoriete eten van Lilligant wilde maken, zodat ze Lilligant kon kalmeren. Dus, we moeten nu naar Lilligant toe om haar te gaan helpen. En Adamant zegt, laten we voortaan gewoon met z'n allen beter samenwerken. Dus, we moeten nu naar de Brava Arena, want daar is Lilligant. En die is hier boven ergens. Hoe zouden we daar komen? Dat is nog wel even een goede vraag. Hey! Ik zie hier gewoon een unknown. Zou ik die dan kunnen vangen? Of moet ik daarmee praten? Of ja, dat ik die moet vangen, toch? Die zit hier gewoon te chillen zo op dit boomstampie. Cool! Onze eerste unknown. Alleen ik moet dus nu daar naartoe. Ik denk dat ik echt ver om moet rijden of zo. Ik kan hier niet over de bergen, lijkt mij, hier aan de linkerkant. Kijk, we moeten gewoon die fakkels volgen en dan komen we er vanzelf wel. Maar ik ben wel heel benieuwd of hier nog een nieuw Pokémon is. Dus in ieder geval hier een kampje. Oh, dit is gewoon een dorp, joh. Marcia, die vraagt, hey, ben jij van het Galaxy Team? Weet je iets van medicijn tegen hoofdpijn? Mijn Psyducks hebben hoofdpijn. Ik kan ze niet helpen. We moeten dus medicijntjes gaan vinden. Dat moet dus bij iemand anders in Jubilife Village. Oh, we kunnen hier ook al die huisjes in. Ga nu zomaar iemands huis binnen, hè? Hallo, Vesper. Kijk, deze Rhyhorn hier even chillen. Oké, nou, het is gewoon een dorpje die ze hier zelf hebben opgebouwd. Wat grappig. Heb jij er nog wat over te zeggen? Nee, zij heeft net uitgelegd dat Pokémon's moves vaker missen als het wat mistig is. Oké, ja, maar goed. Maar gaat deze Pokéball gewoon deze Rhyhorn vangen? Dat is een belangrijkere vraag. Ah. Oké, maar dan ga ik deze Rhyhorn battelen voordat hij mij gaat aanvallen. Hij is een beetje agressief, jongen. Aqua Jet. Oh, kijk hem aanvallen, jongen. Ja, nu mag ik alleen twee keer aanvallen. Lekker. Hartstikke idee. En een waterpulsie. Hoppakee, lekker gedaan, Buizel. GG. Oh, ik had hem ook proberen te kunnen vangen, eigenlijk. Waarom ging ik hem niet vangen? Ga ik deze proberen te pakken. Yo, Rhyhorn. Mag ik jou dan vangen? Kom maar, jongen. Hey, lekker. Het wordt wel nacht. Het zou kunnen betekenen dat er spoken tevoorschijn komen, natuurlijk. Oh ja, joh, Murkrow's. Wat? Niet gelijk mij weer aanvallen. Jongens. Oh, Hunchcrow ook. Hunchcrow ook. Oh, ik moet gaan rennen, jongens. Ik moet gaan rennen. Laten we rust. En in de volgende aflevering ren ik de berg op richting Lilligant. Ik vind het nog steeds een hele vette game. Ik hoop jij ook. Doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en knal even die belletjes aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!